Hey allemaal, welkom bij een gloednieuwe video. Ik heb echt overhaast even al mijn spul moeten aanzetten. Want we zijn bij een oude bekende. Ik liep vast. Ik moet even met deze fijne vriend praten. Bas, natuurlijk bekend uit de Field Vendor serie. Een van de weinige handelaren, samen met dit is alleen, maar dit is net geen interesse. Die heb ik het al gevraagd. Die misschien dit zou willen kopen. Ik had een vraagje of jij wat dingen op waarde kan schatten. Ik betaal je er gewoon voor. Wachten. Even wachten. Hoppakee. Gaat om een indicatie of het 100 is, 1000 is, 10.000 is, niet erg precies dus. Ik wil weten wat mijn mox waard is en we gaan het waarschijnlijk gewoon verkopen. Waar kan ik het geven? We gaan het niet weer droppen, dan weet hij dat ik het ben. Oké. Ja. Gaan we los. Deze dingen waren moeilijker te verkopen, zei hij volgens mij. We beginnen. Sportschoenen zou ik echt niet doen, hè? Branje. Oké. Eerst deze vier. Kijken wat hij daarvan baart. En daarna knal ik hem erin met dit setje. Ik ben heel benieuwd namelijk hoeveel die zegt dat het waard is. Ongeveer. Ongeveer, hè? En hij weet echt niet dat ik het ben. Dat is prima. Oké. En nou deze. En daar gaan we dan. Er is mij verteld dat ze misschien wel eens 5 tot 10.000 per stuk kunnen. En deze vier zijn uit die Unique Store in Greydale. 9 Lucky Shards. Haha. En hoppakee. We gaan kijken wat Bas zegt dat dat gaat zijn. Hoeveel zou dat waard zijn? Ik weet het niet. Ik heb echt geen idee. Ik hoop dat hij wat voor wil geven. Hij zegt waarschijnlijk 2. Denk ik. Een echt huis kopen. Snel. Even kijken, wie zou het kunnen kopen? Die laatste zijn wel duizenden waard. Optifine persoontje. Toch even kijken of hij een bot zou willen doen. Ik heb een handelaar gezien die deze tussen de 5 en de 10.000 doen. En alright. Zet de pin maar op 1000 voor de hulp. Zeker? Oké. Bas confirmt eigenlijk wat Data Soleil ook zei. Tof, dan ga ik een koper zoeken. Ja, precies. DTC Lee zei al 5 tot 10k. Maar dat is een verkoopwaarde. Thanks. Oké. We hebben dus momenteel... Oké. Doeg. We hebben dus momenteel voor 40k aan kleding. Die andere stukjes bij elkaar... 1000 daar, 100 daar. Dat is misschien nog een keer een kleine 2.000, 3.000 euro als ik dat allemaal zou verkopen. Bij elkaar, wat nogmaals, Rijk Tata. Hallo, bankpas, dank u. Hebben we al 15.000 euro. We hebben zelfs nog 6 Lucky Shards. We zouden nog deze dingen kunnen openen, maar ik wacht even tot daar een fiets uitkomt, tot ze dat zeggen. We kunnen meerdere dingen doen.
We kunnen nu gaan zeggen van, we gaan het gewoon voor rock bottom verkopen. Nou, Minecraft Daan doet geen Optifine, dat zei hij dus heel duidelijk, dus dat is geen goede keuze. Oh, trek trouwens die spullen even aan, lijkt me ook wel handig. Straks laat ik het per ongeluk vallen, typisch David weer. Kan ik niet eten? Nee, daar heb je honger voor nodig, jammer. Oké. Of we gaan daadwerkelijk een veiling zoeken. En dat is niet eens zo'n dom idee. Het is trouwens relatief rustig hier. Kijkend naar de tijd is het waarschijnlijk ook omdat het momenteel Lucky Crates avond is. We gaan naar downtown toe en we gaan eens kijken of we daar misschien wat verzamelaars slash mensen kunnen vinden. Joey KB20 staat op mijn lijstje, James 03 staat op mijn lijstje en Lex Funk staat op mijn lijstje. Hoe weet ik dat? Nou, gewoon niet. Dat zijn relatief algemene bekende verzamelaars. Het feit dat de owner van de server dat weet, betekent dat de speler dat sowieso moet weten. En we gaan het rijtje af. DTCLE is even gestopt met verzamelen. En die heeft van mij ook al. Bas Minecraft is een handelaar en die zegt, nou, het hoeft voor mij niet zo, eerlijk gezegd. Ik wil liever de non-Optifine kleding. Dat is ook helemaal prima. Maar er zijn altijd wel mensen die het kunnen hebben. Dus ik denk dat we een poging gaan doen. Want hier zijn ze voor mij niet online. Hè? Even kijken. Jetsen is hier wel, maar die zouden we niet weer gebruiken. Dus te makkelijk. Moet het wel een klein beetje realistisch doen natuurlijk. Nee, voor de rest zie ik niet heel veel namen. Ja, Keanu Del en Stefan ken ik wel. Maar ik weet niet of die dit gaan gebruiken. Het is wel een heel, heel, heel erg vet pakje trouwens. Of niet? Daar komt Kerstman. Okay, we gaan naar downtown. En dan zien we het wel, zeg maar. Hoe vinden jullie dat het tot nu toe gaat? Nee, ik ben niet heel veel online. Inderdaad, ik ben nog maar 5 uurtjes online geweest. Maar heb ik nou in één keer zo heel veel geld? Is mijn fitheid dan in één keer zo wonderbaarlijk veel hoger? Ik kan niet eens eten op dit moment, zou ik je zeggen. Oh, water. Boep. En deze willen we ook bijvullen. Top. Is het dan zoveel beter? Ja, ik heb een mooie outfit. Maar je moet hem nog eerst kwijt zien te raken. Kijk, op het moment wat ik al zei, als jij iron of diamond uit de crates haalt, ja, dan heb je dat wel wat makkelijker. Maar ook dan kun je opgelicht worden. Zoals die gozer van de vorige aflevering die zegt, ik geef je, wat was het? 100 euro, 200 euro voor het halve setje. Dan denk ik van, nou, er zijn vast mensen die dit compleet willen en proberen te krijgen. En dat lijkt me dan een heel stuk beter. Luc. Lekker fikkie, Luc. Wat heb je gedaan? Gaan we Luc de schuld geven? Luc! Wat heb je gedaan? Je hebt de fik erin gezet. Nou ja, goed. Lekker laten. Die zal wel denken, rando die in één keer langskomt en een heel verhaal tegen me houdt over dat hij iets gedaan heeft. Arme man. Zijn we al bijna in downtown? Volgens mij was het de brug, toch? Volgens mij had het ook veel sneller gekund, denk ik. Ik weet het echt niet. Zouden ze allemaal daar nog zitten? Hoe laat is het? Het is 8 uur. In principe zouden ze daar nog moeten zitten, denk ik, in downtown. Laten we het hopen. Er zijn ongeveer evenveel mensen momenteel in Greydale als dat er in Atlanta zijn. Ik vind het geweldig. Ik vind het echt leuk om te zien dat steden zich weer aan het verspreiden zijn. Dit zit waarschijnlijk vol. Even kijken. Nou. Oh. Behoorlijk. Lekker druk. Ik zie Lexfunks in het roze. Dat is mooi. En het eerste dat we gaan doen, we willen lui zijn, dus we willen niet zoveel lopen. Liefst naar één plek. Leoden misschien. Zou kunnen. Zien we nog meer verzamelaars? Ik ben kapot knap, heet er iemand. Nice. Je kijkt toch al snel, toch wel, naar de groene namen. Toch wel, zeg maar. Ik ben heel benieuwd of we dit zouden kunnen slijten. Maar we kunnen niet midden in de crates gaan roepen, want dan gaan mensen zeuren. En terecht ook trouwens, dat is fucking irritant als mensen dat doen. Heb ik nou echt zo'n rot pad genomen? Waarom neem je niet de metro, David, dan? Ja, dat is een hele goede vraag. Hoe vet zou het zijn? En nee, dit is geen spoiler, want dit gaat niet gebeuren, even voor alle duidelijkheid. Maar hoe dope zou het zijn als wij de hele game zouden laten draaien op alleen downtown? Dat dit gewoon de game is. Dan moeten mensen wel in flatjes zitten. Als jij dan een landhuis hebt, dan ben je echt koning. Holy shit. Ik moet eigenlijk gewoon een Mindtopia 2 uitbrengen en gewoon kijken hoe dat gaat lopen. Oh, ik ben er echt heel benieuwd naar. Want nu is het van, ja, ik heb 7 huizen. En je komt in geen enkel huis, eigenlijk. Maar dan wel, dan speel je echt veel meer waar je woont, zeg maar. Als je dan een huis als dit hebt,
gewoon een herenhuis. Dat is best wel wat. Want van de duizenden spelers die maandelijks mijn topje spelen, er is maar zoveel plek, om het zo maar te zeggen. Moet ik hier niet ergens... ga kijken naar... hoe heet het? Shattered Perk? Even Shattered Perk zoeken. Dit is voor mij de inkoop, right? De grote inkoop. Die is echt fucking vet trouwens. Dit is echt zo'n Walmart idee. En ik weet niet wat het idee was, maar ik vind het echt heel gaaf. Er zijn twee fietsjes ook. I love it. Oh, we zijn er al bijna. We zaten lekker aan de goede kant. Alsof ik wist waar ik moest zijn. Hey Meert. Meert17NL. Jij bent echt kanonnensnel. Waarom ben ik niet kanonnensnel? Omdat ik mijn speedboost niet aan heb. Had ik ook gelijk kunnen doen. Zeker weten. Ja, Meerte. Wij zijn de trage boys. Henkies. Nice. Misschien dat die het wel willen kopen, maar er is toch niemand. Weet ik nou al. Je moet ze letterlijk roepen. Ergens op een plein of zo. Verkoopt iemand kleding. Kijk, en dan? Ja, dan willen ze wel. Dat is een beetje Mindtopia anno 2019. Vergelijk dat eens met... En alle spelers doen eraan mee, hè. Hebben ze ook gezegd van ja, we kunnen beter reclame maken op het plein in Atlanta. Want dan wordt het beter verkocht. Holy fucking shit. Ik heb dit nog nooit gezien. Het is wel echt heel vet. Dat schild moet je dan niet doen, maat. Kijk of hij wakker wordt. Volgens mij niet. Volgens mij zet hij AFK. Oh, hij zet AFK. Ik ga hem reporten. Nee hoor, lekker doen. Maar wat een vet pakje, zonder grappen. Heel erg vet. Ik zou niet weten wakker dat is, maar... Dat is echt heel dope. Oké. We kunnen helaas niet nog een keer een auto jatten. Deze dude heb ik geholpen, joh. Maar hij is niet online. Dat is zonde. Deze... Hey, officieel. Werkt hij hier? Plotinfo. Nee, Sebastian. Weet jij ook of de eigenaar hiervan er vaak is? Ik weet niet hoe hij het moet weten, want hij is burgemeester van Topia, maar weet je, misschien heeft hij een idee. Ik wist niet dat het al open was, dit. Dat heeft hij echt fucking snel gedaan. Wat grappig, dan zou ik dus gebruik maken van iets... Ik hoorde ervan en dacht, even kijken. Dat ik eigenlijk gebruik ga maken van iets wat gezellig. Thanks. Oké, dat gaan we in de volgende aflevering zien. Ik wacht wel even. En dan gaan we kijken wat ik er totaal voor krijg. Dit is een inkoop... Waarom verras ik dat helemaal vergeten, jongens? Een inkoopplek voor alles uniek. Inkoop en verkoop. Zo, Mondriaan. Sowieso dat deze gozer... dingen wil kopen van mij. Ik hoop dat ik een hele smak geld heb. Maak gewoon gebruik van mijn eigen initiatief. Wat ik weggegeven heb. Anyway, de Pay2Win serie gaat zeker verder. Misschien niet morgen. Misschien komt er een video tussen. Maar we zijn nog langer niet klaar. Want ja, ik wil gewoon heel erg veel bereiken. Met zo weinig mogelijk effort. En zoveel mogelijk geld. Volgende aflevering gaan we waarschijnlijk nog geen geld betalen. Maar misschien dat we het daarna wel kunnen doen. We hebben nog 6 Lucky Charts. Misschien dat we daar ook wat mee kunnen doen. Vending machines openen of zo. We gaan het wel zien. We wachten eventjes op... tot er iemand is. Hoi. En dan zie je het in de volgende aflevering weer. Vergeet niet even te liken en te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg.